Als je nou zo een stuk hout hebt en je wilt nog zo'n stukjes op maat zagen, op de dikte bijvoorbeeld van dit, dan kan je dat meten en dan, dat is 3,6, en dan ga je dat hier meten, 3,6, en dan probeer je dat op dezelfde maat te zagen. Dat lijkt logisch. Maar wat ik nou altijd doe, wat nou de truc is, dat ik eigenlijk dat voorbeeldhoutje als maat neem. Ik zet mijn zaag vast. Nu gaat hij er ruim door en ik ga hem net zo lang aandraaien dat die zaag gaat bewegen. Kijk, als die net aanraakt, kijk, ik kan hem er doorheen halen en ik zou ietsje losser nog. Dan zou het stuk hout wat ik zaag dezelfde maat moeten hebben. Kijk, nou heb ik hem er net langs. Dan ga ik dat eens een proefje draaien. Even kijken waar ik nog een stukje heb. Ik kan dit stukje wel even doen. En dan leg ik hem erop en dan kan ik precies kijken of die even dik is. Ik kan het wel zo laten zien, maar als je het voelt, is die toch een fractie groter. Maar ja, dit is geschaafd en dit is ruw, dus dat heb ik expres gedaan. Maar als je doet dat die meeloopt, kijk, dit loopt mee. Dus dat heb ik net gezaagd. En als ik dit er doorheen haal, dan loopt die niet mee. Dus dat is logisch. Dus als ik dit nou zo aandraai, dan hoor ik hem aanlopen. Dan moet hij precies hetzelfde zijn. Ruim 3,7. Deze is 0,25 millimeter meer is die. Nou, dat is niet te veel, hè? Daar rekenen wij niet mee. Hier is die 3,75 millimeter. En deze is 3,7. En net iets eroverheen, 0,25. Dus het scheelt 0,25 millimeter met dat. Nou, dat is, je haalt er een schuurmachine overheen en hij is hetzelfde.